Over de energiefactuur heb ik nog geen enkele Mohammed of Fatima. Ja. Wij liggen daar even hard van wakker als Stijn en Nielsen. De afspraak ben ik nu aan verslaafd. Via de VRT nu app kun je gewoon je telefoon sluiten, maar dat blijft afspelen. Dus eigenlijk is de afspraak voor mij nu een podcast die eigenlijk geen podcast is. En ook de stem van Bert heet hij. Dat vind ik ook wel aangenaam. Hij heeft een aangename stem. Okay. Dat is leuk om dat te horen. Ik kijk vooral als ik weet dat er een debat is. En dat bepaalde politici toch toelichting moeten gaan geven. Ik zou graag zien dat eigenlijk het niet een soort van versus is. Er wel meer gewerkt wordt naar begrip van elkaar eigenlijk. En nu heb ik het gevoel dat het echt zo heel vaak is van bijvoorbeeld dat één persoon uitgenodigd wordt en dat zijn andere werkelijkheid volledig wordt tegensproken en dat je echt moet vechten voor wat dat jij kent als je realiteit. Ja, ik heb altijd het gevoel dat ze niet weten wat ze aan het vertellen zijn of wat dat ze bezig zijn. Ik voel geen link. Ik voel niet herkenning. Want je moet begrijpen, niet iedereen begrijpt dat. Je moet soms de taal van de mens spreken. Hè. Niet iedereen begrijpt die dure technische woorden. Ik weet niet wat allemaal. Soms voor mij is dat al heel moeilijk. Van, wat had ik eigenlijk net hier gezegd? Snap je? Wat ik mis is dan dat we iemand effectief gaan bij betrekken. Die weet wat het is. Een alleenstaande moeder die een fulltime job doet en die er niet het einde van de maand de knoopjes niet aan elkaar. Dat zie je niet. Ik mis veel moslimvrouwen in beeld, eerlijk gezegd. Als ik eerlijk mag zijn. Ja? Ik zie te veel mannen. Ik wil even wat afzien, meer vrouwen zien. Omdat ik ook merk in dagelijks leven, als ik ook babbel met mijn vrienden, als zij mij horen praten of zien of hoe dat ik me uitdruk, kan dan, maar jij is echt anders. Allee, ik had een totaal een ander beeld van u. En dat is zoiets van, nee, ik ben niet anders. Er lopen zoveel rond zoals mij. Matas Pinaar, je hebt er toch een paar die... Ja, en ik zou graag een keer een schepje bovenop willen doen en voor mijn hoofd ook niet wel kunnen leggen. Ik vind vraag mij dat af, staan die ook? Zien die dat zitten? Zeker. Als je gaat naar YouTube, je zal echt versteld van staan hoeveel vrouwen met een hoofddoek... Nu even sluiten alleen op een hoofddoek. Hoeveel vrouwen vloggen over een thema. Welke thema's? Het gaat over beauty, gaat over een onderneming. Je kunt de eerste zijn. Stel je kandidaat. Voor mij was er wel één specifieke aflevering van de afspraak die mij is opgevallen. Dat was een aflevering waar twee mensen van kleur aanwezig waren. Dat was eigenlijk al de helft van de gasten was dan... Waren dat mensen van kleur? Jij wou iets zeggen? Ja, nee. Ik was gewoon zo aan het denken van... Allee, ik geloof ook dat empathie zo'n beetje key is daarin. Hè. Daarin zag je eigenlijk zo de twee richtingen waar diversiteit op televisie... Waar je daarmee naartoe kan. Want enerzijds ging het dan... Karin Klaassen ging het hebben over racisme. Natuurlijk, ze heeft dat programma gemaakt. Dus dat is logisch dat het over racisme gaat. Terwijl Amir Bashrouri was dan als jongerenvertegenwoordiger, als voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad daar. En ik weet het niet zeker, maar ik denk dat het niet één keer is gegaan over zijn eigen migratieachtergrond. Oké, je hebt een persoon van kleur, maar die hoeft niet per se over die kleur te praten. Ja, want dat gevoel heb je ook. Hè. Als er bepaalde thema's, gaat het over geloof of gaat het over een gemeenschap, dan zie je van, oké, dat is de reden waarom die mensen uitgenodigd zijn. Over de energiefactuur heb ik nog geen enkele Mohammed of Fatima. Ja. Wij liggen daar even hard van wakker als Stijn en Nielsen. Maar ja, je wilt experten van kleur in ter zake of de afspraak en dan is het vaak van, ja, maar we willen niet enkel over racisme praten, over discriminatie. Maar als je dan experten hebt, ik merk dat toch in mijn omgeving, mensen die bijvoorbeeld advocaat zijn of marketeer zijn, die in hun werk als advocaat en als marketeer komt dat thema wel aan bod. Een advocaat heeft misschien die missie van ik wil strijden tegen racisme, discriminatie op de huurmarkt of zo. En dan is dat vaak van, ja, ze kiezen er dan zelf voor om die thema specifiek in hun beroep te behandelen. Dus als ze worden uitgenodigd in die functie, is het logisch dat het daarover gaat. Voor heel veel programma's van tegenwoordig voel ik dat ook de diversiteit daartussen wordt gestoken als een soort van een quota te moeten behalen of zo. Maar dat heb je direct door als dat zo is. Je voelt dat daar, ja, jij dat voelt niet het authentiek is en dat dat gewoon voor een lijstje af te vinken is. Maar ik zie die verandering wel en dat doet me wel terug. Maak het voor de verandering, niet voor de quotas te behalen. En eigenlijk ook niet voor de verandering, gewoon omdat je een kwalitatief programma wil maken. Verandering.